Goedemorgen allemaal, welkom op dit webinar over verzekeringen door overondernemers.be, gegeven door Delphine de Smet van verzekeringskantoor Johan de Smet. Kort voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben dus Febe Dont, ik ben de oprichter van overondernemers.be en dat is een netwerkorganisatie voor ondernemers in West- en Oost-Vlaanderen. Dus ook voor volgend jaar staan er al heel wat fysieke netwerkevents gepland, fingers crossed dat die kunnen doorgaan. En sinds kort is er ook een lidmaatschap waar je als lid dan voordeeltarieven geniet voor de events, maar ook een stuk online zichtbaarheid en je maakt deel uit van een zeer leuke, bruisende community waar Delphine overigens ook al lid van is. Voilà, Delphine, ik ga het woord aan jou geven. Veel succes. Ja, dank u wel. Eerst en vooral dank u wel, Febe, voor de kans. Hè. We kennen elkaar al een tijdje en ik hoop dat jullie hier ook iets van gaan opsteken. Ik zal misschien kort even overlopen wat we gaan doen nou, op een half uurtje. Ik ga eens voorstellen wie dat wij zijn als kantoor en even polsen naar jullie verwachtingen in zover dat jullie die hebben. We gaan ook heel algemeen overlopen wat voor type verzekeringen dat er bestaan. En iedereen heeft zijn eigen puzzel binnen het volledige gamma van verzekeringen. Dan ga ik ook kort hebben over de basics, dus hetgeen wat wij als kantoor vaak vinden dat echt belangrijk is voor iemand. En wat dan zo'n beetje de nieuwigheden en de hot topics zijn, hè, waar veel mensen vaak wel achter vragen momenteel. Ik ga beginnen bij ons kantoor. Dit is ons kantoor. We zijn gelegen tussen in Machelen aan de Leie. Dus we zitten eigenlijk tussen Gent en Kortrijk echt knallend. Het is heel gemakkelijk. We hebben een goede bereikbaarheid. Maar dat we vaak merken dat dat wel een voordeel is. En dit zijn de mensen die hier zitten. We zijn een team van 13 mensen. Iedereen heeft bij ons zijn eigen specialisatie. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die specifiek alles van soorten schade beheren. Specifiek mensen die uw dossier beheren. En dan heb ik zelfs binnen die beheerders van dossier en mensen met een eigen specialisatie. Ik heb er twee die niet anders doen en alles doen. In verband met auto's, vrachtwagens, tractors. En die daar ook vaak meer van weten dan bepaalde klanten. En zeker ook dan ik. En zo heeft iedereen zijn eigen specialisatie. Wat dat maakt als er iemand in een bepaald dossier aan het werken is en een vraag heeft, dat we heel snel kunnen schakelen naar elkaar om de klant zo snel mogelijk een antwoord te geven. Want op zich gaat het daarover. En wat doen wij? Wij zijn een makelaar. Dus dat wil zeggen dat wij eigenlijk, ik noem dat een beetje een samenwerking hebben, tussen de klant en de maatschappij. En wij zijn zo de schakel daar rond die alles moet doen draaien. De klant staat uiteraard wel altijd centraal. Maar het is ook aan ons om te zoeken naar wat dat de juiste oplossing is. En ook om te zoeken van wat wil de klant? En wat, naar wat is hij op zoek? En van wat ligt hij wakker? Want uiteindelijk is daar over dat gaat. Onze klanten zijn voornamelijk KMO en consultants, zelfstandigen die alleen werken of in, heel vaak in opdracht van mensen werken en particulieren. Maar nu wil ik even horen of dat er iemand is met een specifieke verwachting, dan kan ik daar nog wat op inspelen. Ik weet niet of er iemand iets wil delen, dat mag ook gewoon in de chat zijn. Misschien de belangrijkste verzekeringen die je ook als privépersoon best hebt. Oké, dat is goed. Dan neem ik dat zeker al mee. Mijn linkske. Ja, we zijn weer vertrokken. En daar gaan we het al kort over hebben. Want wat bestaat er allemaal? Er is heel, heel veel. Ik kan heel veel verzekeren. Wij krijgen soms de raarste vragen. Maar je kunt van alles verzekeren. En in grote lijnen zijn dat een beetje de vijf topics. En heel vaak is er ook een overvloeisel tussen de twee. Ja, niet alles is exact afgebakend. En bepaalde verzekeringen zullen een klein beetje overlappen met anderen. Maar wat kan je allemaal verzekeren? In eerste instantie denkt iedereen aan de goederen. Een auto, uw woning, muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, juwelen, dat zijn zaken die heel vaak verzekerd worden. En waar iedereen ook automatisch aan denkt. Bij een verzekeringsmakelaar, mijn auto. Er zijn vaak ook nog heel veel andere dingen die we verzekeren. Een tweede luikje daarvan is aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is hetgeen wat we typisch de familiale noemen.
of in bedrijven de bijuitbating of de bijaberoep, zoals dat ook vaak genoemd wordt. En dat gaat eigenlijk specifiek als je schade doet aan iemand anders. Niet contractueel. Hè. Zeer belangrijk. Ik kan geen vergoeding geven voor werken die je zelf gedaan hebt. Een voorbeeld daarvan is een loodgieter die een bad komt plaatsen en hij laat dat bad vallen. En dat bad is nog niet van zijn klant, dus dat bad is nog van hem. Ik kan de schade aan de tegels of aan de muur dat hij toegebracht heeft door dat bad te laten vallen, dat kan ik uitbetalen. Maar de schade die hij leidt of het werk dat hij moet opnieuw doen of dat bad opnieuw aankopen, dat is nog van hem, dat kan ik niet doen. En mensen zijn er vaak van verwonderd, maar dat is eigenlijk heel simpel. Anders zouden er heel veel baden zijn die plotseling gebroken worden omdat de loodgieter of iemand anders nog wel graag een extra inkomen zou hebben. Dus dat zet de deur wagenwijd open naar fraude. En dat is iets waar wij zeer vaak beducht voor moeten zijn. En dat is eigenlijk de reden waarom dat vaak eigen werk, zoals dat wij dat noemen, niet kan betaald worden. Dus het is altijd de schade aan iemand anders. Typische voorbeeld die iedereen geeft, is een vaas die gebreekt of zo. Maar eigenlijk zijn dat niet meer de voorbeelden die wij tegenkomen. De meeste zijn vaak onnozele dingen. Hoe onnozeler in de familiale, hoe meer dat we tegenkomen. Het laatste dat ik gehad heb, dat was twee jongens die stonden te plassen. Ze zijn dan aan het lachen en aan het doen en de vrijdagavond. En de ene heeft een ander zo'n duw, zo'n schouderklopje. En blijkbaar als man, als je staat te plassen, sta je niet zo stevig op je been. En die ene is gevallen op zijn tanden. En ja, nieuwe tanden, dat kost nog wel wat. En dat zijn van die zaken die onder de familiale vallen. Dus dat is niet altijd zo, ik heb je vaas gebroken. Dat zijn echt, dat kan van alles zijn. Dus wij zeggen heel vaak tegen de klant, als je zoiets tegenkomt, laat ons dat weten. En dan kijken we wat we kunnen doen. Hebt de aansprakelijkheid is de schade aan iemand anders, maar dan heb je ook altijd een leukje rechtsbijstand. En een rechtsbijstand zorgt er eigenlijk voor. Ze zeggen altijd dat dat de advocaatsverzekering is, maar eigenlijk doen die veel meer. Dat is meer een bemiddelingsfunctie dan ze hebben. Ze gaan pas in laatste instantie een advocaat aanstellen. Wat gaan ze doen? Iemand heeft schade toegebracht aan u. Jij bent de persoon die op je tanden zit gevallen en je tanden zijn kapot. Zij gaan maken dat je geld gaat krijgen van de tegenpartij. Elke maatschappij wil betalen, maar het is aan u als slachtoffer om uw schade te bewijzen. En dan gaan ze betalen. En dat luikje wordt opgevangen door de rechtsbijstand. Je kunt dat in de familiale hebben, heb dat in elke verzekering heb je zo'n luikje. Maar in elke verzekering, afhankelijk van het onderwerp waar dat over gaat, heeft dat eigenlijk een andere functie. Of zal dat voor iets anders. Dus het is niet zo dat je de rechtsbijstand vanuit je autoverzekering kunt gebruiken voor de rechtsbijstand dat je tegenkomt in de familiale. Dat gaat niet. Dat is een andere inhoud dat eraan gegeven wordt. Dan is nog een ander luikje zeer belangrijk. Dat zijn personen. Hè? En daarbij denken we dan vooral in bedrijfscontext aan arbeidsomvang. Als je medewerkers hebt en je medewerkers komen iets tegen. Of daarbij denken we ook aan de hospitalisatie. En dat zijn van die zaken die vaak ook zeer belangrijk zijn. Het laatste luikje, en vaak het moeilijkste om over te babbelen, is het financiële luik. Daarbij denken we automatisch aan pensioen, maar ook aan uw inkomen. Heb je een inkomen nu en hoe vang je dat op? Of hoe wil je je inkomen doen groeien? Dat kan ook. Of, meestal nog het moeilijkste, wat als ik kom te overlijden? Wat met de mensen die naar mij komen enzovoort? Of dat ik nu een particulier ben en ik ben in loondienst aan het werken of ik ben een bedrijfsleider. Iedereen moet zich die vraag stellen van wat als er met mij iets gebeurt, in welke context? Kunnen mijn nabestaanden verder? Zijn er nabestaanden? Zijn er geen nabestaanden? Dat is allemaal anders. En kunnen zij verder zonder mij? Want uw huis, als je komt te overlijden, wordt uw huis afbetaald door de schuldsaldo of toch voor een gedeelte. Maar de vaste kosten blijven. Kinderen die naar school moeten, kadastraal inkomen die moet betaald blijven worden enzovoort. Dus dat zijn zaken waar dat vaak mensen, als ze het hier op een rijtje zetten, verschieten van de uitgaan. En dan moeten kijken, hoe kan ik dat opvangen? En het draait bij alle vijf, in alle vijf de topics, draait eigenlijk om hetzelfde. Het draait om een risico. Welk risico wil je lopen en welk risico wil je niet lopen? En voor welk risico ben je bereid
om te betalen om het niet te moeten hebben. En tegen welke premie? Dus het is altijd een grote aftoetsing dat we moeten doen. Oké, dat is het risico die er is. Dat is de premie. We kunnen dat opvangen, ja of nee. Dat is de premie die daar tegenover staat. En wil je dat betalen? Is dat het voor jou waard? Ja. Daar gaat het altijd over. En heel vaak vragen wij van, oké, dat is het risico. Hoeveel denkt je, hoe groot is de kans dat je iets gaat tegenkomen? Dat is ook dat blijft een belangrijke vraag. Hoe kleiner de kans dat je dat gaat tegenkomen, meestal hoe lager dat de premie is. Dat hangt evenredig met elkaar. Premies zijn gebaseerd op statistieken, op uitgaven. En ook een maatschappij is geen sociale instelling, moeten ook winst maken en hebben ook strenge eisen waaraan die moeten voldoen qua solvabiliteit, die een invloed heeft op premies. Vandaar dat we eigenlijk nu al weten dat de brandpolies volgend jaar normaal zal stijgen. En heeft twee redenen. We hebben heel veel overstromingen gehad. Het zijn heel zware uitgaven binnen de maatschappij. En dan hebben we nog het tweede luikje. De bouwprijzen stijgen enorm. Bijvoorbeeld de brandpremie is gekoppeld aan de index van de bouwprijzen. Die is voor januari al aangekondigd en die zal enorm stijgen. Dus wij weten nu al, we bereiden ons nu al voor op de vragen vanaf januari van klanten in verband met de brandpremie. Er zijn zo'n aantal zaken dat wij vaak een aantal maanden op voorhand weten. Wij proberen om bepaalde dingen in te spelen, maar we kunnen niet op alles inspelen. De markt is de markt. Ik kan daar ook niet altijd veel aan veranderen. Maar opnieuw, het gaat over het risico. Hè. Er is ook niet veel verplicht. Dus welk risico ben je bereid waarvoor te betalen? Sorry, dat was niet de bedoeling. Ik ga juist 2 minuutjes moeten wachten. Ze gaan bijna opnieuw. Ja. Dus welk risico wil je indekken? En daar draait eigenlijk alles rond bij ons. Hè? Vooral in verzekering. Mijn vader zegt altijd, zijn quote, die blijft meegaan. Verzekering is een woord van 13 letters. En 13 is onzekerheid. Hè? Heel vaak in de Verenigde Staten is er geen verdiep 13 of is er geen kamer 13 omdat dat onheil brengt. Hè? Vrijdag de 13e is daar een zeer bekend voorbeeld van. En dat zijn eigenlijk de zaken waar wij dagelijks mee bezig zijn met onzekerheden, met onheil. En ik hoop altijd dat mijn klanten dat nooit moeten tegenkomen. Maar dat is zeer algemeen. Hoe bepaal je nu voor jezelf wat jouw puzzel is? Hoe dat jouw dossier er moet uitzien? En dit is voor iedereen anders. Heel veel verzekeringen zijn niet verplicht. Er zijn er maar 3 die verplicht zijn. We hebben de arbeidsongeval is een verplichte verzekering. Dus als werkgever ben je verplicht van je werknemers voor een arbeidsongeval te verzekeren. Uw gewone basis autoverzekering is verplicht. Opnieuw om schade aan derden te betalen. En de derde is de huurdersaansprakelijkheid. Een brandpolis als eigenaar is niet verplicht, maar wel de huurder. Dus de huurder is wel verplicht van een huurdersaansprakelijkheid aan te gaan. Dat is eigenlijk de enige verzekeringen die verplicht zijn. De rest is niet verplicht. Heel veel mensen denken eigenlijk foutief dat een familiale en een brandpolis verplicht zijn. Het is niet verplicht, het is wel verstandig. Daarom kijken wij altijd en wij overlopen altijd met de klant. Oké, wat is er allemaal beschikbaar? Wat bestaat er allemaal van verzekering? Want heel veel mensen zijn niet mee. Wat bestaat er allemaal? En dan gaan we eigenlijk gaan kijken en gaan nadenken ook samen met de klant. Van oké, wat is er belangrijk? En wat past er bij u in uw levensfase en bij uw levensstijl? Want dat verandert ook. Hetgeen wat je deed of waar je wakker van ligt als 25, 30-jarige, is vaak helemaal iets anders. Eenmaal dat we naar de 40, 50 of 60 gaan. Of hoger. Eenmaal dat we hoger gaan, beginnen ze meestal al te denken aan de kleinkinderen. Hoe kunnen we iets doen voor onze kleinkinderen? Of voor onszelf? Maar dat je in de leeftijdscategorie 35, 40... Ja, mijn eigen kinderen en studeren en doen. En mijn lening en mijn woning en... Dus dat verandert ook. Een dossier staat nooit vast. Dat is ook vaak de reden dat het niet onverstandig is om om de
5 tot 10 jaar toch zeker met je makelaar een keer te gaan babbelen en te gaan kijken, oké, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe gaan? Klopt alles nog volgens hetgeen wat ik wil of wat ik nodig heb? En dat zijn heel vaak dingen die vergeten worden. Het gaat hem dan niet altijd over premie. Dat komt er vaak bij. Maar het gaat hem zeer vaak over de zaken waar je wakker van ligt. Wat zijn de basics? Wat zijn echt volgens ons kantoor de zaken dat je nodig hebt? Hè? Eerst en vooral is het uiteraard de wettelijk verplichte verzekering. Daar kunnen we niet omheen. En we gaan ook altijd gaan kijken naar uw aansprakelijkheid. Of dat dan nu particulier is of bedrijfsmatig. Als bedrijfsmatig is en het zijn consultants, dan gaan wij zeer vaak gaan kijken wat er in de contracten staat. Ja. Moet je dat wel verzekeren? Of tot welke hoogte moet je dat verzekeren? Ja, dus wij kijken altijd vaak terug naar contracten waar dat iets in staat om na te gaan wat dat we moeten verzekeren. Een brandpolis is vanzelfsprekend zeer belangrijk. En als we dan spreken over een bedrijf, wordt er eigenlijk heel vaak bedrijfsschade aangekoppeld. Moest je, en ik hoop dat niemand dat moet meemaken, zijn bedrijf moeten sluiten omwille van een brand of dat je niet kunt open doen omwille van een zware waterschade, krijg je eigenlijk een aanvullend stukje van die kosten die terugbetaald worden. En dan het belangrijkste, wat heel vaak wel mensen wat achterwege schuiven, dat is jezelf. Ik blijf daarbij, het wordt daar soms te weinig bij stilgestaan. En in covid-tijden merken we dat we minder moeten uitleggen hoe belangrijk dat een hospitalisatie is. Maar daarvoor moesten we toch wel heel vaak uitleggen wat is een goede hospitalisatie. En wat is het verschil tussen een hospitalisatie bij een verzekeringsmaatschappij of bij de mutualiteit? Er zijn er wel wat verschillen tussen. Vooral in plafonds en als je een zware ziekte tegenkomt. Het zeer belangrijk is ook het pensioen. En het is ook zo, hoe vroeger dat je eraan begint, hoe beter. Het is nu eenmaal voor om eigenlijk het meeste rendement te halen, moet je eigenlijk zo vroeg mogelijk beginnen. Ook al zijn dat kleine bedragen, hè, dat kan allemaal vanaf 30 euro per maand, dat moeten geen grote bedragen zijn. En een zeer belangrijk iets is het inkomen. Een inkomen, hoe ga je inkomen opvangen als je het niet meer hebt? Hoe ga je daarmee omgaan? Heb je een inkomen uit je vennootschap? Heb je kosten in de vennootschap die moeten opgevangen worden? En moet je daar misschien iets voor afsluiten om je omzet op te vangen als er met u iets gebeurt? Moet je naar je privé kijken? Ik ben zelf ook samen met een zelfstandige die geen gewaarborgd inkomen heeft. Hij moet dat niet hebben. Hij zegt tegen mij, ik ga dat wel opvangen met andere inkomsten. Oké, dat is allemaal goed. Maar maak die dingen voor jezelf. Als je weet dat je 1.000 euro receive krijgt van de overheid, dat is een vervangingsinkomen, dus er schiet dan een goede 800 euro van over. Maak voor jezelf de berekening hoeveel dat je nog nodig hebt. Het is niet omdat je iets maximaal kunt verzekeren, dat je daarom ook dat nodig hebt. Je kunt gerust minder verzekeren. Maar je moet vooral kijken wat er voor je nuttig is. Moet je dingen niet verzekeren? Ligt je daar niet wakker van dat je huis afbrandt en dat je gaat met een nieuw zetten? Dan moet je geen brand nemen. Dat is niet nodig. Denken wij dat dat verstandig is? Ja, dat is een andere vraag. Maar het gebeurt en het komt voor. En we hebben het gezien in Wallonië ook. En dat is vaak in het nieuws geweest. Je maakt nu geen brandverzekering. Ja. Het enige wat ik daar vaak van kan opzeggen is dat je dat vaak wel zelf in de hand hebt. En het is als makelaar mijn taak om mijn klanten te wijzen op zaken die ze niet hebben, waarvan dat wij denken dat het nuttig kan zijn in hun situatie. Het is nog altijd aan de klant om te beslissen wat ze doen. Dus dat proberen we altijd mooi naast elkaar te leggen. En we hebben dan de basics, maar we hebben ook een aantal hot topics momenteel. Soms komen de oren uit van de vragen van de fietsverzekering. Ik wil met een fiets, ik heb een fiets gekocht. Dat is het voornaamste. Nu is het aan het afzwakken met het mindere weer. Maar ook daar, dat zijn echt zaken. En dat zijn dan polissen die gemaakt worden op maat van dat type topic. En dat maakt dat je dan verschillende luiken hebt in één polis. Je hebt dan een luik om je fiets als gevalt en voor jezelf. Je hebt je schade die betaald wordt aan je fiets. En dan heb je eventueel ook nog bijstand. We zien hetzelfde terug in de cyberverzekering. Stel nu dat er dingen gebeuren in de wereld en je wordt gehackt. Daarin heb je ook heel veel verschillen. En eigenlijk de beste op de markt zijn die gaan zeggen, wij gaan betalen op het moment dat jij al vermoedt dat je een schade hebt. Of dat je gehackt zit. Dat bestaat ook.
Daarnaast hebben we nog rechtsbijstand. Er is een nieuwe wetgeving uitgekomen, de wet Geens, over de fiscale rechtsbijstand. Dus een rechtsbijstandpolis die je specifiek kunt aangaan. En je kunt een luikje inbrengen in je fiscaliteit, dat is specifiek voor particulieren. En heel veel bedrijven merken dat ze veel meer bestookt worden door klanten of door leveranciers die moeilijk doen. Waarbij dan ze toch wel meer bijstand nodig hebben op het vlak van rechtszaak. Hopelijk komt het nooit tot de rechtbank, maar er wordt daar vaak veel meer bemiddeling gevraagd dan vroeger. En zoals ik een aantal keer heb aangevraagd, hospitalisatie is een belangrijk punt. En daarnaast heb ik ook pensioen. Het blijft een moeilijk punt. En een moeilijk gegeven. En hoe jonger dat je bent, hoe onzekerder dat de toekomst op dat vlak is. Ik weet niet wat er nog vragen zijn, want ik ben eigenlijk een beetje aan het einde. Merci Delphine, het was alvast duidelijk en een schat aan informatie. Ik ga eventjes in de chat, ik heb zelf twee vragen gesteld, maar ik ga eerst de vraag van Sophie nog even voorlezen. Dus Sophie is nog niet zo heel lang bezig als ondernemer, is pas van student zelfstandige naar zelfstandige in bijberoep geschakeld en kent nog helemaal niets van verzekeringen, dus is ook nog niet verzekerd als ondernemer. Zij keek echt uit naar de basis, dus misschien nog een keer samenvatten, wat zou voor haar vooral belangrijk zijn? Ja. Als startend ondernemer. Ja, Sophie, het hangt een beetje vanaf in welke context dat je werkt. Of dat je een dienst verleent, of dat je goederen verkoopt. Ik weet niet of dat je dan nog zou kunnen typen. Of je mag rust ook jouw microfoon aanzetten, hè, ja, Sophie? Ja, dat mag ook. Als is vertalertolk. Vertalertolk. Sophie, dan verleen je een dienst. Dus heel vaak kijken we dan naar jouw algemene voorwaarden die je hebt met... die je hebt in jouw offertes of jouw factuur, om te zien wat dat je nodig hebt. Vaak is dan BA beroep / BA uitbating. Dat zijn de twee. BA beroep is als je een intellectueel beroep hebt en je kunt vanuit je intellectueel beroep ook fouten maken. Dat is daarvoor. En je BA uitbating is een luikje die er altijd aan gekoppeld is. En dat is voor als je een handelingsactiviteit doet en je doet iets verkeerd. Bijvoorbeeld... je zit bij uw klant, hè, of bijvoorbeeld de politie. Ja, een vriendin van mij tolkt heel veel voor de politie. En die zat aan een cola aan drinken en ze kletst in de cola over een computer en in de computer is kapot. Dat zijn ook niet de hoogste premies. Dat risico is ook bijzonder klein. Maar het is wel gemakkelijk als je dat hebt om discussies te vermijden. Dat is nummer één. Het tweede zal jouzelf zijn, hè. Inderdaad, je hebt gewaarborgd inkomen en hoe hoog moet je daarin gaan? Ik heb een tipje van de sluier gelegd door eerst een keer na te gaan. Hoeveel heb je zelf nodig? Zet je maandelijkse kosten op een rijtje en kijk hoeveel dat jij nodig hebt om te overleven. Een gewaarborgd inkomen kan je koppelen aan een pensioen, waardoor dat de premie goedkoper wordt. Dus het is vaak kijken, zit er nog in die manszaak? Hoe lang zou het duren voordat je naar een BVBA overgaat? Bij de ene verloopt dat plots wat sneller dan bij de andere, hè, Phoebe? En dan wordt er een beetje gekeken naar wat de juiste mogelijkheid is voor jou. Dus als je daarover vragen hebt, mag je mij ook altijd bellen. Het is geen enkel probleem. Merci, Delphine. Sophie zegt dankjewel. Dus voilà. Ik had zelf nog een vraag, Delphine, voor dat gewaarborgd inkomen. Wat is zo het ik weet dat dat misschien een heel moeilijke vraag is, maar wat is het gemiddelde bedrag waarvoor mensen zich verzekeren? Want je krijgt dus al €800 van de ziekenkas. En dan wordt het aangevuld met het bedrag waarvoor dat je dus je verzekering aangaat. Wat is zo een gemiddelde tendens? Een gemiddelde tendens. Moeilijk. Of dus wat varieert het? Ja, heel vaak beginnen wij met twee luiken. Er wordt gekeken hoeveel kosten zijn er op de vennootschap. Ja, want het is omdat je ziek wordt. En wordt die omzet die jij genereert in die vennootschap, gaat die opgevangen worden op een andere manier? Want als die niet kan opgevangen worden, dan moeten we gaan naar een combinatie van de twee. Dan gaan we naar een combinatie van de omzet te verzekeren die op de vennootschap zit. Maar dat kan enkel in een vennootschap, dat kan niet op een iemandzaak. Dan gaan we een stukje naar de omzet om die te verzekeren, zodat je kosten kunt blijven betalen. Want uw auto valt daar misschien onder. Misschien nog een lening van het een of van het ander. En dus van daaruit... en je kunt eigenlijk van daaruit ook uw loon doorbetalen. Of op een andere manier denken. En dan gaan we naar het tweede luikje. En dat is uw eigen, uw persoonlijk loon. En dan gaan we gaan kijken, zijn je van plan van dingen uit uw vennootschap nog te halen of niet? En hoeveel heb je dan nog privé nodig? Bij een starter beginnen we zeer vaak met €1.000 per maand bij te verzekeren. Dan kom je bruto op een €2.000.
En dan kunnen de meesten wel al een tijdje door. Maar dat is vaak ook een start, omdat als je opstart als zelfstandig, heb je heel veel kosten. Het is vaak moeilijk om te weten hoe gaat het vallen en gaat het lukken enzovoort. En door dan een basis in te lassen, is er iets voor het moment dat er iets gebeurt. En iemand dat je een jaar en een half verder bent, heb je meestal wat meer zicht op de financiële toekomst. En dan kunnen we eigenlijk gaan verder kijken. Oké, merci. En een andere vraag die ik mij stelde. Ja? Ik denk dat ik bepaalde verzekeringen heb, maar op den duur raak je daar zelf misschien niet zo goed meer wijsheid of weet het niet zo goed. Bestaat er eigenlijk bij jullie dan een database waarin dat je mensen kunt opzoeken en waar dat je dan ziet wat dat ze allemaal hebben qua verzekering? Nee. Met de privacy, hè? GDPR is strenge wetgeving. Dus wij kunnen enkel zien wat bij ons verzekerd is. Ja, ik kan wel weten dat er misschien iets is als ik zou ergens een offerte indienen bij een andere maatschappij. Sommigen geven een offerte en sommigen geven geen offerte omdat ze zeggen, ja, ze zijn hier al klanten, kunnen geen offerte geven. Dus dan weet ik, ah ja, daar zitten ze. Maar we zijn dan nooit zeker. En kan je als burger ergens inloggen en zelf ook niet? Dat is nog een gat in de markt. Nee, omdat de maatschappij geeft dan niet graag prijs dat iedereen dat zou kunnen zien. Dus elke maatschappij, of wij ook als makelaar, we hebben onze eigen app waar je dingen kunt zien of waarschijnlijk kunnen nageven. Maar ik kan daar niet andere dingen op zetten. Nee. Mm-hmm. Anders zou het voor mij ook veel makkelijker zijn. Hè? Ja, klopt. Alright. Ik weet niet wat er nog vragen zijn van de deelnemers. Anders laat je gerust horen. En zo niet, dan ga ik nu de opname stilzetten. En jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Jullie krijgen